Dag allemaal, goedenavond. Op 10 januari van dit jaar op een Spaans eiland, zijn vakantieadres, wordt er een fax geschoven onder de deur van Ed van Tijn. Op dat moment is hij nog burgemeester van Amsterdam. En in die fax staat dat Ien Dales is overleden. Nog diezelfde dag wordt hij gebeld door Wim Kok. En die zegt tegen hem, Ed, we hebben je nodig. We hebben je nodig als onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. 5 maanden later, op 27 mei, staat hij weer op straat. En half augustus, 1 dag na zijn 60ste verjaardag, komt Wim Kok bij hem thuis en zegt tegen hem met vochtige ogen, zoals Ed van Tijn het beschrijft in zijn dagboek, dat er geen plaats meer is voor hem in het nieuwe kabinet. Wat er in die 7 maanden gebeurde, staat in dit boek. Het dagboek van Ed van Tijn, Retour Den Haag. Hij praat er vanavond voor het eerst over. Hij heeft dat nog niet in het openbaar gedaan. Wij hebben ook uitgenodigd 3 parlementair journalisten die straks met hem in debat gaan. Maar als u het goed vindt, dan praat ik eerst even met hem. Hij is hier. Ik zal u eerst even zeggen wie die parlementaire journalisten zijn die straks komen. Dat zijn Margriet Brandsma van NCRV Radio. Ton Elias, AT5 heeft hij een programma, is freelance journalist. En Job Friso, die u allemaal kent van het NOS Journaal. Ed van Tijn is hier. Ja, het is een onthullend boek geworden, meneer van Tijn. Iedereen heeft het erover en op de televisie, alle kranten schrijven er stukken over. Wat mij ook heel erg opviel, is dat er in dat boek nogal een traantje wordt geplenkt. Veel mensen schieten vol. Om met u zelf te beginnen, bij uw afscheid van uw naaste medewerkers in Amsterdam, zegt u, ik barst in een vloed van tranen uit, schokschouderend draai ik me om en loop terug naar mijn kamer. Een paar dames staan op de gang te huilen. En weer wat later, bij een ander afscheid, dan zegt u, als ik de stampvolle raadzaal binnentreed, schiet ik vol. Waarom zoveel tranen? Het burgemeesterschap van Amsterdam was mijn lust en mijn leven. Een hele intense functie, waarin je ontzettend veel beleeft met de mensen om je heen. En dan kun je wel die knop omdraaien en zeggen, nou ja, het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Maar op een gegeven ogenblik komen toch de emoties boven. We zijn mensen en we hebben ontzettend veel meegemaakt. Mensen van wie ik afscheid nam, waren ook mijn naaste medewerkers tijdens de Bijlmerramp, om er iets te noemen. En dat gaat allemaal door je heen. Maar ja, een paar minuten later ga je weer over tot de orde van de dag. Het is geen permanent tranendal. Nee, gelukkig niet. Wat mij eigenlijk nog meer verbaasde dan uw tranen, dat waren de tranen van Erik Nordholt. U zegt, Erik Nordholt zit als een gebroken man tegenover mij. Zijn ogen schieten vol. En dat kan je toch niet bedenken bij iemand als Nordholt. Tenminste, wij niet. Ja, het gebeurde wel. Ja. Ja. We hadden een hechte band. Ja. We hebben ook samen 7 jaar lang, om het pathetisch te zeggen, schouder aan schouder voor de veiligheid van Amsterdam geknokt. We hebben heel veel samen meegemaakt. Hij is een echte vriend geworden. Ja, maar dat stond de functionele relatie natuurlijk niet in de weg. Maar ik functioneer nu eenmaal zo. Ik kan alleen maar goed functioneren als er meer is dan een functionele relatie met mijn onmiddellijke omgeving. Ja. Ik had vorige week een gesprek met mevrouw Borst, de minister van Volksgezondheid. En die zei tegen mij, ja, wie wil er nou in hemelsnaam minister worden?
Ja, ik stond ook niet te springen, dat is bekend. Het burgemeesterschap, trouwens, ik wil de burgemeester van Amsterdam worden. Nee. Maar goed, dat was ik nou eenmaal. En ja. Die jas paste mij. En, er was een hechte band gegroeid. Maar het was een hele stap om daar afstand van te doen. Ja, ja, ik beschouwde het, alhoewel ik grote bewondering heb voor tal van ministers, toch een heel klein beetje als een stapje terug. Als een stap terug? Een stapje terug. Ja, ja. Ja, het is een hele andere functie, ja. Veel politieker. Ja. Maar waarom hebt u het dan gedaan? Want u beschrijft het eigenlijk al meteen als een ijsschot die richting zomer drijft. Waarom doe je het? Om het land te redden, om de Partij van de Arbeid te redden? Er werd een enorm, Ed, we hebben je nodig, werd er alsmaar gezegd. Nou, alsmaar, één keer dus. Ja, het is wel heel vaak herhaald. Ja. Kok heeft later heel erg vaak tegen u gezegd... We hadden je nodig. Ik blijf, ja. Ja, heeft hij heel vaak. Nou nee, hij zei, ik blijf achter je staan. Ja. Ik sta achter je. Ja. Waarom gedaan? Ik heb het om drie dingen gedaan. In de eerste plaats, het was erop of eronder voor de sociaaldemocratie in Nederland. En het leek een reddeloze zaak. Tweede reden, persoonlijke reden, mijn vertrouwen in Wim Kok. Dat wou ik ook uitspreken, die stap te wagen. Het was voor hem er ook op of eronder. Want drie zetels minder. En het was allemaal heel anders gelopen natuurlijk. En in de derde plaats vanwege de portefeuille. Ik werd aangesproken op iets wat ik in mijn hart meedraag. Minderhedenbeleid, veiligheidsbeleid, grote stedenbeleid, antidiscriminatiebeleid, samenhang daartussen. En Wim Kok zei niet alleen we hebben je nodig, maar hij zei we hebben je nodig op deze portefeuille, voor dat doel. Ja, en ook als reddingboei. Jij kunt ons redden. En dat was eigenlijk de kern van zijn betoog. Had u ook het idee dat u dat kon? Jij bent de man, ja. Zei ze. Zo'n onderzoek en u bleek de meest betrouwbare politicus te zijn van iedereen. Had u ook het idee dat u de boel kon redden? Dat onderzoek kende ik niet toen ik ja zei. Maar ja, ik had wel het gevoel dat ik een bijdrage kon leveren voor die korte tijd. Ik was eerder minister geweest, ik kende het terrein, de materie. Reden om het niet te doen misschien zelfs? Nee, in tegendeel. Maar... Het is een prachtig departement. En ik had ook nog ergens het gevoel, ik moet het afmaken. Want ik was er al eerder voor te korte tijd geweest. En wat Amsterdam betreft, dat ging mij aan het hart. Maar 11 jaar, je moet eens een keer weg. Dus alles afwegende dacht ik, ik moet die bijdrage maar leveren met alle risico's die daaraan verbonden waren. Nou, het zat u niet mee, want u zat er nog maar 5 dagen en toen barstte de IRT-bom. Hè? Ja. Dus het interregionaal rechercheteam, de samenwerkende politiekorpsen die de georganiseerde misdaad zouden hebben moeten oplossen. En toen kwam die vraag van zijn die methodes wel geoorloofd en is er wel voldoende toezicht op? Nou, die bom die barstte. Als burgemeester van Amsterdam was u de baas van de politie. En toen u minister van Binnenlandse Zaken werd u eigenlijk weer de baas van... De burgemeester Amsterdam. Ja, dan moest je daar met twee baas petten... Baas boven baas. Ja, met twee petten gaan zitten. Toen die bom gebarst was... Hebt u toen overwogen om u terug te trekken? Nee. Had u dat niet moeten doen? Om niet met die twee... U moest gaan oordelen over wat de burgemeester van Amsterdam gedaan had... Ja, maar ik had de naïeve veronderstelling dat die burgemeester niks misgedaan had. En dat als ik dat ook zou uitleggen, dat iedereen dat zou geloven. Ja. Maar? Het liep anders. Ja,
Nou, ja. U schrijft op de eerste bladzijde van uw boek weliswaar in het voorwoord, schrijft u, ja, ik moest rechter worden in eigen zaak. Ja. Dat eigenlijk per definitie kan dat niet. Nee, behalve als er met die zaak niks mis is. Ja, dan ook niet, denk ik. Nou, het was heel aardig. We hadden een debatje. Onmiddellijk nadat de rel was uitgebroken. Nog voordat een commissie van onderzoek werd ingesteld. En toen zei de heer Koonstam, die zei, er komen hier problemen. Het is domme pech voor de minister, maar er komen hier problemen. U wordt rechter in eigen zaken. Toen zei ik, er zijn drie mogelijkheden. En daar bent u zelf bij. Het parlement heeft het laatste, finale, beslissende oordeel. Of de minister schoffelt de fouten van de burgemeester onder het vloerkleed, dan is dit huis te klein. Dan stuurt hij hem weg. Of hij betreurt de grove fouten die gemaakt zijn. Dan is het huis ook te klein, dan stuurt hij me ook weg. Of de burgemeester heeft geen fouten gemaakt. In dat geval is er weinig aan de hand en daar reken ik erop. Ja. En toen zei de heer Koonstam en de heer Dijkstal, prima antwoord, fantastisch. Ja, maar het liep anders. Ja, u nog geen erg. Ja? Naïef, hè? Ja. Ja, ja. Ja, u hebt in dat dagboek komt een aantal keren dat geheime rapport. Het geheime deel van het rapport Wieringa aan de orde. U kunt daar niet uit citeren. Nee. Hebt u nou het gevoel dat als u dat wel had gekund, dat u dat had vrijgepleit? Of meer? Ik kan daar niet uit citeren. Nee. Dus ik kan ook deze vraag niet beantwoorden. Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat de commissie van TRA, die inmiddels door alle stukken heen heeft gekeken, ja, het rapport heeft uitgebracht zoals het is uitgebracht. Ja, maar alle fractievoorzitters hadden het geheime rapport wel, ja, gelezen. Ja. Tenminste, ik neem aan dat ze het gelezen, ja, hebben. Ja. Ik heb er nooit iets van gemerkt. Maar... Nee, maar dat verbaast mij. Ja. Want ik denk, als u op die manier te redden was geweest, dan had, waarom zou Wultgens dan niet u gered hebben? Of Van Mierlo? Dat had toch gekund? Misschien iets voor een volgende uitzending. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Nee. U refereert er wel vaak aan. Ik krijg, als je het boek leest, krijg je heel erg het gevoel dat u dat weliswaar niet kunt zeggen, maar dat het wel voor uw eigen gevoel zo is. Nou, wat ik erg betreurd heb, en dat heb ik wel gezegd, is dat het in al die parlementaire debatten geen momenten over de inhoud is gegaan. Wat is er nou in feite gebeurd? Waren die methodes al of niet geoorloofd? En daar moeten we ook niet kleinzerig over doen, want de tegenstander die mag best fors worden aangepakt. De georganiseerde criminaliteit. Maar hoe verliep de controle? Het parlement heeft gezegd, dat plaatsen we even buiten haakjes. Want we gaan een commissie instellen, die gaat er naar kijken. Maar intussen geven we wel een oordeel over alle hoofdpersonen. En ik heb altijd gezegd, hoe kun je nou een definitief oordeel vellen over de hoofdpersonen, wie dat ook zijn, zonder de inhoud van het gebeuren daarbij te betrekken? Maar dat heeft niet geholpen. Nee. Dat zei zo. Ja. Er kwam een stuk in Vrij Nederland, geschreven door Joop van Tijn. Joop van Tijn, geen familie, maar wel, heb ik begrepen, een hele goede vriend. We zeggen broertje tegen elkaar. Jullie zeggen broertje tegen elkaar. Hè? Hij schreef, Ed van Tijn moet de eer aan zichzelf houden. Zonder u van tevoren te raadplegen. Hij heeft dat stuk bij u in de bus gegooid. Maar toen was er al geen redder meer aan, bij wijze van spreken. Want toen stond het eigenlijk al in de krant. Teleurgesteld in uw vriend? Nou, ik heb daar veel pagina's aan gewijd. Ik respecteer hem in zijn vak. Hij is journalist. En ik durf zelfs vandaag te zeggen, zoveel maanden later, nu ik het hele slagveld overzie, misschien was dat nog wel het beste advies wat er in die maanden is uitgebracht. Maar op dat moment was ik geheel verbouwereerd en kwaad. En dat heb ik ook opgeschreven. Het is een dagboek.
En mijn gevoelens van toen, kunt u lezen, mijn gevoelens van nu zijn wat afstandelijker. En onze vriendschap is er niet door aangetast. Maar wat vindt u zelf? Kan een vriend, journalist, je dat aandoen? Heeft die vriend... Of vindt u van niet? Gaat dat boven de vriendschap? Gaat zoiets boven de vriendschap of niet? Iedereen moet zijn professionaliteit centraal stellen. Ik heb nu ook heel professioneel... Ik bedoel, boven de vriendschap. Gaat het boven de vriendschap, ja of nee? Dat moet ieder voor zichzelf beoordelen. Wat vindt u? Nou, ik had een klein voorberichtje of een hoor en wederhoor. Dat heb ik ook opgeschreven. Wel op prijs gesteld. Maar ik kan begrijpen met grote afstandelijkheid, en zoveel maanden later, dat hij een andere weg heeft gekozen. En dat respecteer ik. Ik hoop dat hij thans op zijn beurt respecteert wat ik daarover in mijn boek heb geschreven. Beschrijft zelf in uw boek heel veel mensen, collega's van u. Dat doet u behoorlijk openhartig, zo openhartig dat wij het eigenlijk niet gewend zijn om dat te lezen. Ik citeer een paar dingen. Het valt mij op hoe narrig Wim Kok zich gedraagt, schrijft u. Hij valt om de haverklap uit. Hij wekt de indruk veel van de aanwezigen niet te kunnen luchten of zien. Een ander stukje uit de gezichtsuitdrukking van Lubbers is te merken dat hij Mai Wegge maar een hopeloos geval vindt. Wim Kok weer. Kan die Rotterdamse potentaat zich niet gedijst houden, zegt Wim Kok. En dan heeft hij het over Peper, de burgemeester van Rotterdam. Er is een wet die dat verbiedt. Hè. Je mag niet wet? Heb ik me laten vertellen, in een ambtenarenwet, artikel nummer 200 zoveel, staat dat je niet uit de ministerraad mag klappen en ook niet uit wat daar omheen gebeurt. Dat mag na 20 jaar. U kunt er... Zien we elkaar over 20 jaar weer? Dan hoort nee, u maar nog veel was, meer. U was daar natuurlijk van op de hoogte. Ja. Dat het eigenlijk niet mag. Maar... Je kan er een jaar gevangenisstraf voor krijgen, maximaal. Oh. Met hetzelfde tekort. Ik weet niet of ze u nemen. Ja. En Kok was gisteren in Nova behoorlijk aardig erover. Maar het kan wel. Het mag niet. Ik vind dat ik het recht heb om sfeerbeelden te geven. Ik heb gekozen voor die dagboekvorm. Ik had het eerder gedaan. En de hoofdrolspelers konden weten dat ik ermee bezig was. Ik liep in die zin? Ik liep altijd met dit boekje rond. En ik zei ook wel eens, voor de grap, als het misgaat, wordt het weer een dagboek. Dus ze hadden het kunnen weten. Kijk. Wij willen het wel allemaal weten. Het is ook een soort van verfrissend dat iemand dat eens doet. Maar, kijk, u hebt nu niks te doen. En als wij tegen u zouden zeggen, kom bij ons in de redactie werken en u zou dat doen. Graag. Dan zou ik... Graag, ja? Ja. Maar dan zou ik vanaf dat moment dus altijd mijn mond dicht houden. Want dan zou ik denken, dat is die gast met dat boekje. Ik zou nu ook uitkijken. Ja. Nee, maar... U streeft dus een soort openheid na, denk ik. En wat je bereikt is dus het tegendeel. Want je denkt alleen maar, daar is Fontijn met zijn boekje. Ik hou me gedijst. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Maar... Nee, maar toen wisten ze ook nog niet dat u dat erop zou schrijven. Jawel. Er was een precedent, het dagboek van een onderhandelaar. Dat was ook vol sfeertekeningen. Ja. De hoofdpersoon toen was de heer Van Acht. En de heer Van Acht heeft toen het boek uitkwam, heel royaal gereageerd. En gezegd, het is een volstrekt correct verhaal, uitstekend opgeschreven. En ik feliciteer je ermee. Ja, ja. Dat is punt één. Maar het tweede punt is, ik kan niet op al die citaten ingaan natuurlijk. Nee, hoeft ook niet. Maar het beeld van Wim Kok, dat heeft veel kranten gehaald. Ja. Dat is het beeld op pagina 36. Daar begint het boek mee. Maar je ziet in het boek dat bijna 300 pagina's is...
zie je hem geleidelijk aan groeien in zijn rol. Je ziet hem steeds aardiger worden, steeds rustiger, steeds meer overwicht krijgen. En je ziet de opiniecijfers omhoog gaan. En dat... Het een is het gevolg van het ander. Hij groeide, als het ware, naar zijn rol toe van minister-president. Dus dat beeld heb ik in het dagboek van dag tot dag ook geschilderd. En dat is de situatie van dit moment. En dat verklaart misschien dat hij gisteravond zo groots reageerde. Ja, ja, wat had hij anders gemoeten, hè? Hij had kunnen zeggen, nou, klaag hem aan. En dan kan hij misschien nog een jaar de bak in ook, ja. Nee, maar u beschrijft dus uw collega's, openhartig. Ja. En, maar niet te ver. En, nou ja, u bent erbij geweest, dus ja. Ik neem aan dat dat ook zo is. Daar twijfel ik geen moment aan. Bent u ook zo kritisch over uzelf? U zei in het Nationaal, hè, van de week, ja, maar ik heb mijzelf ook niet gespaard. Mag ik u vragen waar dat uit blijkt in het boek? Nou, uit de vele besprekingen blijkt wel dat vele lezers tot de conclusie komen. Het is wel een aardig boek, maar wat was die vent naïef? Heeft hij nou echt gedacht dat hij in die dubbelrol vroeg er ook nog naar zou kunnen overleven? En ik heb alles prijsgegeven tot mijn dromen aan toe. Dus ik ben een open boek voor iedereen. Ik zelf kom bij bepaalde beslissingen tot de conclusie... hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Om maar een voorbeeld te noemen. Hè, de verhouding met Lubbers en Kok. Ja. In deze uitermate ingewikkelde IRT-geschiedenis... die bijna tot een noodlot moest leiden... We hadden alle drie een gêne tegenover elkaar. Ik had een gêne om de heren lastig te vallen. Van jongens, kom nou, help me nou, het gaat hartstikke verkeerd. Want de heren hadden iets anders aan hun hoofd, dat is ook wel gebleken. Omgekeerd hadden zij een zekere gêne om mij te gaan regisseren. Ze zeggen wat ik moest doen, want... Ja, ik was toch die oude rot. Ik zit al 32 jaar in het vak. Ja, goed, maar Kok zei steeds, je moet blijven en ik blijf achter je staan. Tot u stapte dus eind mei, stapte u op. Daar is die hele zomer is daar overheen gegaan. U zat eigenlijk te wachten op het vervolg, op een functie in dat nieuwe kabinet. Toen kwam op die dag na uw verjaardag in augustus het salaris en alle bijkomende... heerlijkheden van de heer Nordholt naar buiten. En dan komt Kok bij u thuis en die zegt tegen u dat hij geen plaats meer voor u heeft. U beschrijft hem, hij loopt de trap af, draait zich nog even om en zegt... Nou Ed, bedankt voor alles. Wat dacht u toen? Was ik maar bij moeder thuis gebleven? Ja, ik was bij moeder thuis, dus dat kwam mooi uit. Ik dacht, dan komt er een boek. Wat zegt u? U dacht, er komt een boek? Ja. Ja. Ja, dat dacht ik, dat heb ik ook gezegd. Want, kijk, ik ben een professioneel politicus. Ik heb 32 jaar in het vak gezeten. Ik heb vele formaties meegemaakt. Ik wist dat dit kon gebeuren. En... Je hebt zelf ook wel eens slecht nieuws aan mensen moeten brengen. Maar ik had me daartegen gewapend. He, ik kan accepteren, dat accepteer ik ook volledig... Dat er voor mij geen plaats is in dit overigens erg leuke kabinet. Maar ik wou niet in een zwart gat vallen... Dus ik dacht, het wordt of een kabinet of een boek, net als in 1977. Ja, nou, het is een boek geworden. We praten zo met u door. We krijgen eerst enige prachtig mooie zang en muziek. Dat kan ik zeggen, omdat ruim 2 jaar geleden hier bij ons 5 vrouwen optraden. Daar had toen nog nooit iemand van gehoord en gezien, tenminste niet in Nederland. Die heette Zap Mama. En die muziek die klonk toen even nieuw en verfrissend als ze zelf... waren en zijn nog steeds. Inmiddels zijn ze de hele wereld over geweest. Ze hebben in Parijs opgetreden, in het Olympia, in New York, in Central Park.
En ze zijn nu weer hier. Marie Doon verzamelde die zangeressen om zich heen. Ze wonen nu in Brussel. Ze zijn een Afrikaans-Europese mengeling. En dat kun je ook aan hun muziek heel erg goed horen. Ze gaan een liedje zingen dat zich afspeelt op de markt in Opper-Zaïre. En het gaat erover dat ze op een... zo moet u zich voorstellen, ze klimmen op een krat en roepen eigenlijk de mensen op om mee te doen in een liedje over geluk. Hier zijn ze. Zap Mama. Mes amis, donc nous tous ici même, nous avons connu des difficultés, non? Donc nous tous ici même, nous voulons que les choses deviennent mieux, non? Mais bien sûr, évidemment. Alors quoi? Il n'y a qu'à penser, il n'y a qu'à penser bon, il n'y a qu'à penser, il n'y a qu'à penser bon. Abrou, il n'y a qu'à penser bon. Abru! Hey, you, my friend. Yes. Oh, sure. Sometimes it's true. We have some worries. It's a small time. But you know, it's time for a change. And the only thing we got to do is we got to think positive. Okay. No! We got to think positive. 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 Abru! We got to think positive. Abru! We got to think positive. Abru! Drie politiek redacteuren uitgenodigd. Ik zal maar op dat boekje passen. Want dit zijn niet eens uw echte vrienden. Dus straks is dat boekje verdwenen. Drie... Op een blanke pagina. Ja, die wel. Maar Margriet Brandsma van de NCRV Radio zit hier. Ton Elias, AT5. Ik zei het net al. Tenminste, daar heeft hij een programma. En Job Friso, die je allemaal kent van het NOS-journaal. Wie geef ik het woord? Ja, mij, als het goed is. Ga je gang. Ja? Meneer Van Tijn, Partij van de Arbeid, leider Kok... doet een beroep op u. We hebben u nodig. De partij heeft u nodig. En in dat boek kom ik helemaal nergens tegen dat u enthousiast zegt... ik kom jullie helpen. Ik kom eraan. Betekent dat niet dat u twijfelde en dat u er dus eigenlijk nooit aan had moeten beginnen? Natuurlijk twijfelde ik. Het wonder is dat ik maar 3 dagen getwijfeld heb.
Maar natuurlijk twijfel je. Maar 3 dagen omdat de partijleiding u eigenlijk opdreef naar die beslissing, je moet het doen. Ja, Rottenberg belt op, je moet het doen. Ja, maar dat is ook niet niks. Ik heb 32 jaar al die functies kunnen vervullen. Omdat ik het vertrouwen had van diezelfde partij. En als je dan vragen, we hebben je nou nodig voor een moeilijke klus. Maar burgemeesterschap was uw lust en uw leven, zei u nu tegen mevrouw Barend. Maar dat had ik wel bijna 11 jaar gedaan. En ook mede dankzij het vertrouwen dat ik altijd van die kant gehad heb. Toen u ja zei, was u dus enthousiast. Toen wilde u ook echt. Toen ik helemaal ja zei, was ik enthousiast. Heeft de partijvoorzitter Rottenberg u wel van tevoren gewaarschuwd dat uw komst hier en daar in de Partij van de Arbeid gevoelig lag? Waar? Ja. Bij wie? Waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Maar daar heeft u vast naar gevraagd. Nee, dat heeft u niet zomaar laten passeren als een mededeling van de partijvoorzitter. Nou, ik ben afgegaan op de beide heren. En die spraken namens een unanieme partijleiding. De heren Kok en Rottenberg, neem ik aan. Plus Wallagen, plus Wultgrens, en noem ze allemaal maar op. Maar ik heb... U heeft niet gevraagd toen, waar ligt het dan gevoelig? Dat is toch heel belangrijk als je eigenlijk van bovenaf weer in zo'n partij geparachuteerd wordt? Nou, nee, partij die inmiddels een hele eigen cultuur, nieuwe mensen had gekregen. Ja, nee, maar ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen dat het gevoelig ligt. In de eerste plaats ligt het gevoelig omdat iemand van vroeger... nodig blijkt te zijn om mede de kaart te trekken. Dat ligt heel gevoelig. Kijk maar eens... naar de verwikkelingen rond Hans Wiegel. Ik wil me daar niet aan spiegelen. Maar het ligt altijd gevoelig als een nieuwe generatie een beroep moet doen op de oude garde. Is dat tegenover dat de heer Van Mierlo bijvoorbeeld, die ook terugkwam als oude leider, zeer succesvol is in zijn partij? Ja, dat is alweer tientallen jaren geleden. Dus er was ook een warm nest mogelijk geweest en dat is er eigenlijk niet. En als ik even door mag, u schrikt van de sfeer in de partijtop. Er is elke donderdagavond, even voor de niet-ingewijden, een overleg van alle bewindslieden van een partij, alle Partij van de Arbeid ministers en de fractievoorzitter. En dan schrijft u op, als u daar de eerste keer bent, of een van de eerste keren, ik ben gekomen omdat alle hens aan dek nodig was. Maar nu zie ik dat iedereen gewoon doorgaat elkaar de ogen uit te krabben. De partij gedraagt zich als een kip zonder kop. Waar dacht u, waar was u terechtgekomen? Ja, er werd... diezelfde avond al de eerste portefeuille op tafel gelegd. Het ging over 16 hoofden. De minister voor Milieuzaken zei dat hij het niet meer meemaakte. Enzovoorts. Toen zei ik, waar ben ik nou voor gekomen? Ik kom en een ander gaat weg. Het is toch alle hens aan dek. Dan krapten ze elkaar vroeger minder de ogen uit. Ik bedoel, u was het toch gewend? U wist waar ze kwamen. Al die jaren, ik heb vele jaren meegemaakt tijdens het kabinet Den Uyl. 5 jaar tijdens het kabinet Den Uyl van 8. Gedurende 8 maanden het bewindsliedenoverleg op donderdagavond altijd het moeizaamste gebeuren is. Omdat iedereen op zijn eigen knikkers zit. Dat is eigenlijk het grootste probleem in de Nederlandse politiek. Is die vreselijke verkokering. En ministers worden al heel gauw de woordvoerders van een departement in plaats van het omgekeerde. En of je nou allemaal partijgenoot bent of niet, die vakidiotische controverse, spelen daar dwars doorheen. Mag ik even een hele grote sprong maken naar eigenlijk het eind van uw ministerschap? Dan komt die cruciale datum van 27 mei dit jaar. Dan treedt minister Heers Balling van Justitie, de CDA-minister, treedt af. In verband met de IRT-zaak. Daardoor komt uw eigen positie als minister van Binnenlandse Zaken ook onder druk te staan. Mevrouw Maai zegt in het kabinet bijvoorbeeld, als Ernst Heers Ballen weggaat, dan kan Ed van Tijn toch niet blijven. En premier Kok zegt dan tegen u, vicepremier was hij toen nog, minister van Financiën. Die had u al de tijd tegen u gezegd, ik steun u. En toen zei hij tegen u, het is je eigen besluit. Liet hij u toen eigenlijk vallen? Nee. Had hij niet moeten zeggen als dan, ik... had hij niet moeten zeggen... Alle Partij van de Arbeidministers stappen met jou op als je opstapt. Want we blijven om je heen staan. Nee, dat had dan veel eerder moeten gebeuren. Maar zo was het toch steeds geweest? Het was nu een Griekse tragedie geworden. Die hele IRT-zaak had een eigen loop genomen die bijna door niemand meer was te beïnvloeden. Maar graag een antwoord op die vraag. Had de partijleider... Ik weet niet hoe we in de tijd zitten, inderdaad. Maar ik denk dat jullie moeten afwisselen nu, hoor.
Een hele kort antwoord op deze vraag. Had de partijleider u niet moeten beschermen, moeten zeggen je blijft of je gaat weg, maar dan gaan we toch allemaal mee. Want je bent van ons, we hadden je nodig, we hebben je nog steeds nodig. Dat had hij kunnen doen, maar ik stond zelf op het standpunt. Hij zat midden in de kabinetsformatie. Hij was nachten en nachten bezig geweest met die problemen die ik blijkbaar had opgeroepen. En ik vond dat hij zich moest kunnen concentreren op het nieuwe kabinet. En ik heb zelf gezegd, laat ik er maar mee ophouden, dan kun jij weer aan je werk. Even over dat was mijn beslissing. Naar een ander onderwerp dan, het CDA, de rol van Lubbers, waar u ook nogal uitvoerig over schrijft. Was u niet verbijsterd wat u aantrof toen u naar Den Haag ging? Lubbers stond bekend als de grote regisseur, het CDA als de bestuurderspartij. Het was in het CDA niet minder een chaos dan in de Partij van de Arbeid. Heeft u dat niet verbaasd? Nou, iets minder, maar... Want dat was zo langzamerhand wel doorgedrongen. Ik heb me wel verbaasd over Lubbers. Ik ken Lubbers heel goed. Ik heb vele jaren met hem samengewerkt. Het was een groot meester in tactisch manoeuvreren onder moeilijke omstandigheden. En ik ga ook verwachtingsvol, dat beschrijft u, naar het torentje om met hem de zaak af te stemmen. Maar hij was niet in goede doen. We weten nu inmiddels allemaal hoe dat is gekomen. Dat neemt niet weg. U bedoelt de problemen in het CDA? Het feit dat Lubbers bezig was met de positie zich te verwerven in Europa, wat niet doorging op het laatste moment, dat waren de oorzaken? Ja, maar ook de onttakeling van het kabinet. Ik kwam natuurlijk op een zinkend schip. Dat heb ik mij onvoldoende gerealiseerd. Het waren de nadagen van een kabinet. Vele jaren wel degelijk goed met elkaar hadden samengewerkt. Maar ik kwam in die nadagen eens een keer enthousiast aanzetten met mijn ideeën over grote steden en weet ik veel. Had u die ontbinding van het kabinet niet als geoefend politicus van buitenaf al moeten kunnen zien eigenlijk? Ja, maar ik was de routine een beetje kwijt. Als burgemeester van een grote stad word je toch een beetje een verwend kind. En dan was u dus op alle fronten naïef eigenlijk. U heeft net gezegd fronten, dat u was naïef toen u dacht ik kan die rol scheiden van de burgemeester en de minister. Maar u was dus misschien ook wel naïef überhaupt om in dat kabinet te stappen. Of politiek. Oh, als dat uw oordeel is. Nee, het is mijn vraag. Ja. Misschien wel, maar ik wist dat ik grote risico's nam. Het is ook dat wist ik. Ik wist natuurlijk dat het een aflopende zaak was. Dat we aan de vooravond stonden van een grote politieke omwenteling. Dat ook de Partij van de Arbeid harde klappen zou krijgen, dat wist ik. Maar ik was nou juist opgeroepen om het uiterste te doen om de ergste schade te voorkomen. En daar was ik toe bereid. Dus ik was niet helemaal verbaasd dat ik in een warwinkel terecht kwam. De eerste keer dat u als minister echt met Lubbers te maken krijgt is als hij lobbyt voor een CDA-kandidaat als opvolger van Hans Wiegel, ja. Commissaris van de Koningin in Friesland. Toen dacht ik, zo ken ik je weer. Ja, die CDA-kandidaat. Dat was Heerma, de huidige CDA-fractievoorzitter. Nee, ik noem geen naam. Kijk, dus wel bevestigd in CDA-kringen inmiddels. Nou, ik moet dat ontkennen. Ja. Het is niet serieus aan de orde geweest. Nee. Vond u niet vreemd? Niet in mijn periode. Hij zou trouwens een uitstekende kandidaat geweest. Zonder meer. Ja. En dan is helemaal niemand meer met CDA Reuze. Maar vond u niet vreemd dat een post die eigenlijk aan de VVD toeviel, waar de heer Wiegel zat, waar nu trouwens ook weer een VVD'er zit, dat de CDA-minister-president zijn invloed aanwendt om daar een partijgenoot te krijgen? Is dat wel zoals het hoort? Onder de noemer van kwaliteit. Dat was het belangrijkste thema. En u kunt in het boek lezen dat de kwaliteit van de kandidaten die op tafel kwamen van een zodanige aard waren dat ik de heer Bolkestein heb moeten waarschuwen. Van jij mag ook wel eens met een paar goede mensen uit de bus komen. Ja. Tom, ben jij niet aan de beurt? Nou, mag ik wel op een nog in ieder geval één ding. Samen met Lubbers besluit u op 22 maart... zonder overleg overigens met Hiers Ballien, wat op dat moment misschien wel voor de hand had geleden, dat er in de IRT-zaak geen koppen mogen rollen. Uit uw dagboek blijkt dat u op dat besluit vervolgens heel veel kritiek hebt gehad van collega-ministers, van bijvoorbeeld Wultgens. Is dat achteraf ook niet uw grootste fout geweest? Dat u op voorhand al zei, er mogen geen koppen rollen?
U werd vanaf dat moment door iedereen aangevallen. Ja, maar het omgekeerde kon je ook niet zeggen naar mijn mening. Zolang er geen oordeel was over wat er nou inhoudelijk fout is gegaan, kun je mensen niet zomaar afschieten. Overigens geen overleg met Hiers Balling. Die wilde verder gaan. Die wilde dat niet op voorhand afspreken. Er is veel getelefoneerd in die dagen. Er is veel getelefoneerd. Ja, er is nog 5 minuten. Maar heel weinig gecommuniceerd. En dat vind ik het fascinerende van het boek. U gunt ons een kijkje in de keuken. Dat is enig om te lezen. Het is ook goed geschreven. Allemaal prachtig. Vooral dank kopen. Dank u wel. Daar kwam u voor. Maar wat er dan vervolgens in die keuken wordt bereid. Er wordt zoveel gemorst. Die koks die staan elkaar zo gevoelig op de tenen. Ze maken er zo'n geweldige bende van. Dat is heel erg interessant om te lezen dat het land zo bestuurd wordt. Ik ben daarvan geschrokken. Mag ik een paar voorbeelden noemen? 10 februari moet er een gesprek komen met Northolt en Wiarda. De hoofdrolspelers in die affaire al een paar keer besproken. Die rollen vechtend over straat. Dat gesprek is met de minister van Binnenlandse Zaken en met de minister van Justitie, Van Tijn en Hiers Balling. Die twee komen langs. Die commissarissen, de spanning is om te snijden, de sfeer is om te snijden. U heeft samen met uw collega Hiers Balling geen voorgesprek gehad. Het is niet voorbereid. U begint maar in het wilde weg met die lui te praten. Het is toch onbestaanbaar dat dat gebeurt? Dat schrijf ik toch op. Ja. Maar dat is toch raar? Dat is toch gek? U doet nu net alsof u daar niet de verantwoording voor hebt. U was het toch? U beschrijft het wel, maar u was het wel. Ik was op tijd. Maar luister eens, het over het voorbereiden van zo'n gesprek. De Duivenmelkvereniging lost een probleem met zijn penningmeester professioneler op. Of niet? Ja, het was niet. De gezamenlijke regie liet veel te wensen over. Dat mag je wel zeggen. Die avond komt u toevallig Costo tegen, diezelfde avond. Zegt nou tot morgen vroeg, hè? Zegt Costo, hoezo tot morgen vroeg? Zegt u, ja, morgen 8:30 gaan we toch over de asielzoekers praten in het torentje bij Lubbers. Zegt Costo, weet ik niks van. Hij gaat er toevallig wel over. En dan gaat hij pissig er maar naartoe uiteindelijk. Dat is toch ongelooflijk dat zo het land werkt. Ik heb hem gewaarschuwd. Ja. En toen kwam hij. Maar wiens fout is dat? Ja, dat zijn van die slordigheden van overbelaste lieden die op dat moment met hun gedachten ergens anders waren. Kijk, laat ik... Mag ik er nog eentje aan toevoegen? Want die schiet mij nu te binnen, wat mij zo hooglijk verbaasde. Voor het debat dat erover ging of u zich nou nog wel of niet mocht bemoeien. Dat sterrenslagdebat, zal ik maar zeggen. Ja. Hè? Waarbij de VVD-mensen werden teruggeroepen en de Partij van de Arbeid-mensen aan het zwemmen waren met sterrenslag. Het is niet te geloven. Worden dus beslissingen. Maar het hoofd boven water hielden dat wel. Ja, dat hoop je dan maar. Maar mijn vraag is de volgende. Voor dat debat kwamen er 4 mensen bij u thuis om met u daarover te praten. U dacht dat er 2 zouden komen, er kwamen er 4. Kok kwam, Wallaag kwam, Ella Kalsbeek kwam, de nieuwe woordvoerder. En er zat een 4e bij waarvan u zegt, ja, ik had geen idee wie het was, maar ze zat een beetje bij u thuis. Ze zat een beetje raar te kijken en af en toe blikken van verstandhouding met Ella Kalsbeek. Ik weet het nog niet. Dat is toch een gebrek aan elementaire beschaving dat mensen zich niet voorstellen? Men stelt zich toch voor, ik heb de naam niet verstaan. Dat... Die mensen komen bij. Het had wel iemand van een krant kunnen zijn. Of iemand van het IRT. Ik dacht. als Wallaag. Dan is het wel dik in orde. Zo iemand meeneemt, zal het wel goed volk zijn. Ja. Maar het blijft heel raar. Nog een paar van die dingen. Maar ik heb ook niet meer gevraagd daarna wie het was. Want het was een aardige anekdote voor het boek. Ja. Nou zegt u dat u eigenlijk al niet meer aan het regeren was en alleen met het boek bezig. Dat, zo erg is het toch niet geweest? 30 maart. Hiers Balling zegt, je weet dat ik heb overwogen om af te treden. Hè? U heeft dat dan later van Ruud van Lubbers gehoord. Ruud heeft zoiets verteld, zegt u dan. En daar laat u het allebei bij. Dit is toch... Ik kan er echt met mijn verstand niet bij dat je zo met elkaar communiceert. Ja, maar ik denk dat u meer weet. Hoewel Kok gisteren op het journaal zei, Ed van Tijn heeft de klok horen luiden, maar hij wist niet waar de klepel hing. Nou, die hing in een torentje, dat wist ik wel. Ja. Maar weet u, nog afgezien van het feit dat u het hier natuurlijk niet wil zeggen, maar weet u waar de klepel hing? Nee.
U weet alleen die ene opmerking. Ja. Dat Kok tegen u zei, Lubbers, houdt er misschien mee op. En dat is natuurlijk voor de beoordeling van de hele IRT-zaak van het allergrootste belang. Daarom heb ik het vermeld. De heren waren met hun gedachten ergens anders. Maar zei u dan niet tegen Kok, waarom wil hij weg? Wat speelt zich hier af? Ja, dat heeft de heer Kok me toen ook verteld. Ah. Maar, dus u weet wel waar de klepel hangt? Daar is geen woord vervolgd opgevolgd. Nee, maar u weet dus wel waar de klepel hangt? Nee. Ik weet niet hoe het is afgelopen. Ik heb er niet meer naar gevraagd. Ik had mijn eigen zorgen. En ik stond plotseling buiten de deur. En in de krant heb ik het niet meer gelezen. Er zijn een heleboel van die dingen die u noemt. Wordt dit land slecht bestuurd? Nee, deze periode was niet representatief. Het waren de nadagen van het vorige kabinet. En er zit nu een heel nieuw kabinet. Dat is een geruststelling. En, ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ik denk eerlijk gezegd, ik ben persoonlijk, al ben ik er niet bij, maar dat heb ik al meerdere malen gezegd, erg enthousiast over deze nieuwe coalitie. Met uitstekende, goede, frisse...